niece knew it. Because it's niece. Ja, ik denk wel dat het er goed gedaan heeft dat ze haar een beetje een lesje hebben geleerd. Ja, misschien aanstellen is niet het juiste woord, maar ze had toch wel veel eisen. Maar er is echt niks mee gebeurd. Nee. Stiekem vind ik het goed dat we Piffin een klein beetje hebben aangedraaid, om het zo te zeggen. Als model moet je altijd heel professioneel zijn en iemand vertrouwen. Iedereen vindt het eng. Iedereen wordt er mooier van. Het klopt dat iedereen eigenlijk er mooier uitziet dan Epiphany. Nu heb je spijt, hè? Ja. Ja. Ja, nee, ik vond echt dat super rot. Ja, hij was heel zwaar en sluik. Ja. Nu had ik toch wel een beetje de Versace look. Groot haar creëren. En het grappige is, voorheen had je dan producten dat je moest kiezen. Of wil je glans, of wil je stevigheid. Ik heb iets dat eigenlijk beide heeft. En belangrijk is dan ook dat je hem goed over heel je haar verdeelt. Ik kon niet geloven. Ik was echt heel erg blij met mijn kapsel. Ik denk dat Liz uiteindelijk heel blij gaat worden, want lang haar past niet bij haar. Sportief, maar ook heel strak en vrouwelijk. Oh my god. Ik ben heel blij met mijn nieuwe kapsel. Glamrock wil zeggen het mooie van de glamour en het ruige van de rock. Die combinatie. Oh, dit is echt mooi. Oh mijn god, Daisy vond ik heel erg girl next door. We haar hebben gekozen voor een jaren 50 kapsel à la Marilyn Monroe. Ah, wauw, jong! Leslie heeft als enige een waanzinnige ivoren blanke huid. Dus we gaan van haar echt een rock bitch maken. Oh my god. Echt moeilijk en dan die kleuringen. Oh, ik zag mezelf en ik dacht, fuck. Oh, het is gewoon allemaal. Het is natuurlijk niet het einde van de wereld, hè, zo'n kapsel. Echt zo. Als ik mezelf zeg, kon ik niet geloven dat een jongen zo bij mij zou willen blijven. Ik voel mij zo lelijk. Ik heb helemaal mijn neef verloren. Ik meen dat. Maar als de liefde van je leven gaat je toch niet verlaten omdat je een kwijt is, gewoon kapsel hebt. Ja. Schat. Wat zeg je nu toch? Wat zeg je nu toch? Dat klopt echt niet hoor. Jawel, ik kan mezelf niet eens aankijken. Ik vond haar vorige kapsel, ze had extensions erin en dat was toch al wel, ja, het zag er een beetje zo warrig uit. En af en toe dan verloor ze zo hier en daar al wat plukjes. Het is toch, er is een lekker stukje van af. Het is prima zo. We kregen Daphne mail. Daphne mail! Daphne mail! Joehoe, Daphne mail! Opstaan, meisjes! Daphne mail! Daphne mail! Wakker worden! Nu Daphne mail! Meisjes! Ik doe mijn naaf, lekker op, ik wil slapen. Een model gaat door het vuur voor een sterke foto. Maak je klaar voor de fotoshoot. Liefs, Daphne. Wel duidelijk. Dank je, het was lekker warm. Vuur. Ik was al aan het denken dat we op van die hete kolen moesten lopen. In dit programma helpt het als je niet zo bang bent aangelegd. Maar voor de shoot van deze week zijn echt stalen zenuwen vereist. Want het wordt nogal heet onder de voetjes. Yes. Ik vind circus gewoon echt prachtig. Gewoon die tenten. En het is van binnen altijd echt precies zoals ik verwacht had. Welkom in het circus. Een prachtig circus vind ik zelf. Zoals jullie weten komen modellen voor hete vuren te staan. Vandaag letterlijk. Iedereen was echt bang. Er gaan vandaag doden vallen. Echt. Maar zelfs als jullie straks voor die uitdaging komen te staan, moeten jullie nog steeds jullie gratie bewaren. Dus straks zal een mooie pose en een sterke expressie heel belangrijk zijn. Dus allemaal naar de visagie. Wat altijd handig is, voordat je oogschaduw aanbrengt,
om wat foundation ook op het ooglid aan te brengen. Want op die manier pakt de oogschaduw beter. Dames, jullie krijgen elk 40 frames om jezelf te bewijzen. Behalve Epiphany. Epiphany, jij voelde je een beetje achtergesteld bij de makeover. Dus jij krijgt 20 meer. Jij krijgt 60 frames. Dat houdt echter wel in dat je er 20 bij een ander weg moet halen. Kijk. En ik stond naast haar en ik dacht van... There we go. Renee dan. Omdat zij zo zelfverzekerd is en dat ze er echt in gelooft dat ze gaat winnen. Als ik me dan in Epiphany mag verplaatsen, zou ik het meisje daar uitpikken die naar mijn idee de mooiste foto's kan schieten en ja, daar gewoon die foto's weghalen. Dus ja, en net zo, ik vond het gewoon een extra uitdaging. Ja, ga ik voor. Renee komt nogal heel, ja, bitcherig over in de groep. Ik denk dat deze ook wel een reden was waarom dat Epiphany René eruit heeft gekozen. Ik vond het hartstikke een goede keuze wat ze heeft gedaan, want ze heeft het van René afgepakt. Als ik Epiphany was geweest, had ik dezelfde keuze gemaakt. De bedoeling is dat je op de trampoline plaatsneemt, je maakt een sprong, zo hoog mogelijk, en je houdt de pose zo lang mogelijk aan. Sorry, ben je een stuntfout? Helemaal, je lichaam moet in beweging zijn. En nu? Beetje zijdelings, je gezicht naar Gert toe houden. Ze poseerde niet echt super sierlijk. En nog een keer het weer nu. Denk aan je blik, hè. Yay! Melissa kwam heel erg moeilijk op gang en gooide constant het hoofd naar achteren, terwijl we natuurlijk haar gezicht willen zien. Oh, dit is een goede pose, alleen krijgen we hier een klein beetje te veel inzage. Hebben we een leuk groen slipje of zo? Lisse liep enorm te stuntelen. Ze bracht er gewoon iets van terecht. Go! Vier! Leslie was volgens mij een beetje te eenzijdig in haar houding. Klein beetje zo doen dat je haar naar achter was. Laatste foto. Ik heb maar gewoon geprobeerd om er iets van te maken. Woe! Twee, drie. Alleen in vooraanzicht nu. Klein beetje meer zijkant. Hier. Wow. Hier. Daisy leek in het begin een beetje te zelfzeker, waardoor ze foutjes begon te maken. En heeft daardoor iets minder gepresteerd, denk ik. Fijn, poseren. Ik vond mij, ja, het mooiste meisje op de shoot. Dat geel stond mij echt prachtig. En ik was heel mooi geschminkt. En ik sprong er echt zo uit. Fijn. Wow. Elegant, hè? Ik had echt van haar een heel mooi plaatje verwacht, omdat ze zich zo sierlijk beweegt op de catwalk. Was helemaal niet terug te vinden hier. Bye! Niet verder achter met dat hoofd. We hebben 25 shoots gehad nu, dus je hebt er nog 15 over. Houd in de gaten, we hebben het nu verschillende keren tegen je gezegd. Niet steeds je hoofd en je voeten al door hetzelfde. 3, 4, woe! Ik wist niet echt wat ik moest doen, van de zenuwen en... En je ziet het vuur allemaal om je heen en ja, sta je wel een beetje vast. Hier. Woe, let's do it. Ik wil niet te ver naar achteren met het hoofd. 2. Toppen. Het is heel vaak dat. Dat hebben we gehad. Dus dat mag nu niet meer. Van Frederike had ik eigenlijk wel veel verwacht, maar ik kan er mij amper iets van herinneren. Dat betekent dat ze niet zo'n goede indruk op mij gemaakt heeft. Hey. Dat was het beste. Jill viel een beetje tegen omdat ze zich liet leiden door haar zenuwen, denk ik. Ik hoop dat mijn expressie en mijn foto's al leuk zijn. Je hebt wat extra foto's verdiend, had ik begrepen. Ja. Dat is fantastisch, dat weet je toch? Ja. Want zeker in dit geval, springen, vuur, zorgt voor extra spanning. Dus je hebt heel veel geluk dat je meer foto's hebt. Ja. En heel lullig voor René, uiteraard. 3, 4. Het gaat lang duren. 5. We hebben al een heel pak gemaakt, maar nog niet voldoende, dus de betere foto's moeten nog komen, hè. Hou vast die hoed. Al heb je twee handen, één hand, maakt me niet uit. Maar je moet gewoon zorgen dat dat blijft. Biffini, heb je gehoord wat we zeiden? Je hebt nu een probleem met je hoed, maar dat moet in je voordeel omgebogen worden, hè. 5. Maar ze luistert niet. Nee, luistert voor geen meter. Ja, voor haar is dat echt al een redding eigenlijk, dat ze die 20 extra foto's heeft gekregen. Hey! Woo!
gaan foto's maken voor vuur. Ja. Maar jij hebt er maar 20. Okay. Slechts 20. Dat is weinig. Het gaat lukken, hè? Ik ga absoluut mijn best doen. Ja. 4. Pauze. 4. 5. Als ze dan sprong, dan leek het net alsof ze wel gaan vliegen of zo. Ze zat helemaal met de armpjes een beetje spastisch te doen. 5. Ja, en toen zat ze zo'n klein vogeltje wat ging leren vliegen. 4. 5. Het zou wel grappig zijn geweest als ze was gevallen. Ja, dan had ik tenminste weer kunnen lachen. 1. Waarom zouden we haar steunen als ze totaal geen steun nodig heeft? De enige persoon die ze nodig heeft, is zichzelf.